wij stonden net voor een stoplicht. En er was een Tesla voor ons en die was echt op het nippertje niet gebotst. We hebben het hier volgens mij op camera staan. Ik ga hier eraf en hij gaat ineens boe. Yo, what up? Leuk dat je weer komt kijken. Als het goed is, zouden mijn tanden nu de optimale witheid bereikt moeten hebben. Ik mag nu weer dingen eten die rood zijn, afgeven, dat soort dingen doen. En weet je wat me het meest blij maakt? Ik mag weer een ijskoffie halen. Yes, ik mag weer... Yes! Maar voordat ik een lekkere ijskoffie ga halen, heb ik eerst nog eventjes een Teams call met een websitebouwer. Want ik heb dus vorige keer al aangegeven dat ik bezig ben met mijn eigen kledingmerk. Daar moeten we een website voor opzetten. En daarvoor heb ik eventjes een call. En dan moeten we eventjes kijken of we eruit komen. En anders moeten we weer verder zoeken voor een nieuwe websitebouwer. Maar ik hoop dat we eruit gaan komen. Want ik wil gewoon dat die shit gaat rollen. En dat we bezig kunnen gaan met alle details. Zodat we deze zomer nog live kunnen gaan. Dat hoop ik heel erg. Zo, de meeting zit erop. Alles ging goed, alles is kort gesloten. En waarschijnlijk gaan we nu beginnen met het echte proces. En het bouwen van een website. Zodat we zo snel mogelijk zouden kunnen launchen. Ik heb het dan niet over een week. Ik heb het dan misschien over een maand. Twee maanden. Want dat hele proces is ook nog wel een heel groot gedoe. Maar, weet je waar ik zin in heb? Het begint met ijs en het eindigt op koffie. Vandaag is eventjes mijn naam Johnny. Johnny is mijn naam vandaag. Ik hou eigenlijk nooit een muffin of iets te eten überhaupt. Maar ik had trek erin. Het is 2 uur, dus ik dacht, nou dat mag wel. Soms vergeet ik gewoon dat ik dat mondkapje op heb. Lekker, oh mijn god. Zo chill dat ik dit weer mag. Volgens mij ben ik een beetje verslaafd hieraan. Niet waar, ik ben niet verslaafd. Ik ben niet verslaafd. Jer, je bent niet verslaafd. Oké, misschien een beetje. Ik ga later deze middag ga ik nog naar mijn vader toe. En dat is een leuk iets, want dan kunnen we weer de puppy zien en even kijken hoe het met de puppy gaat. Ik weet zeker, ik zag al filmpjes en foto's en zo. Dat beest is nu al gewoon weer gegroeid. Het is echt absurd hoe snel dat gaat bij een puppy. Het is echt insane. Knippert met je ogen en dat beest is alweer volgroeid. Gaat echt heel erg snel. Een van die konijnen van mij trouwens, die is zo sluw. Echt serieus, ik zal wel even laten zien. Hij had er dus een lek gevonden dat hij het hier open kon duwen. Ja, jij probeert te ontsnappen. Ja, jij maakt pogingen. Hij had dus gevonden dat hij hier eruit kon. Dus hij ging alleen nog maar proberen te ontsnappen via hier. Dus het beveiligingssysteem moet worden aangepast. En er moeten aanpassingen worden gedaan. Hij wil nu alleen nog maar ontsnappen. Dat is het enige doel wat hij heeft. Ja, en dames en heren, er is nog iets speciaals vandaag. Want ik kwam erachter dat dus vandaag de dag markeert dat ik officieel dus nu 2 weken lang al dagelijks aan het vloggen ben. En ik had het niet eens door. Ik begon niet eens de video met één man, we zijn 2 weken bezig. Dit was eigenlijk de tweede mijlpaal die ik voor mezelf had gezet van... Oké, ik ga een week door. En daarna zei ik van oké, ik ga kijken of ik het 2 weken kan redden. En we zitten nu ineens al op de 2 weken. Dan moet een maand, moet toch easy worden zou je zeggen. Ja, ik vind het wel een mooie derde mijlpaal om voor mezelf te stellen van... Hé man, kunnen we het misschien een maandje volhouden? We zijn nu elke keer aan het verdubbelen, weet je wel. En als ik in een maand denk van nou, dit gaat hem niet meer worden, dan kap ik er alsnog mee. Ja, ik vind het gewoon nu, ik vind het nog steeds heel erg leuk. Ik had bijvoorbeeld vandaag het idee van, ik heb geen fuck te doen vandaag. Wat ga ik doen voor de vlog? En ineens komen er allemaal dingen op je pad... Die je kan doen. Ik ben bijvoorbeeld ineens uitgenodigd om te komen eten. Om even ergens te kijken met een puppy. Ik heb een call. Ik heb morgen weer wat te doen. Er komt gewoon elke keer wat op mijn pad. Terwijl ik denk dat ik niks te doen heb. En elke keer heb ik wel wat te doen. En weet je wat niks doen is voor mij. Is weer wel wat doen voor jullie. En ja, ik vind het tot nu toe vind ik het echt heel erg leuk. Voor mezelf ook. Ik vind het echt super leuk om elke dag gewoon creatief bezig te zijn. Met content maken. Want... Er is wel iets anders aan content maken en jezelf creatief bezighouden. Want je kan natuurlijk, was ik bezig met wekelijks video's maken en een paar.
Maar je blokkeert jezelf heel erg. Want je kan het wel gewoon aan. Ik dacht van mezelf, nou, dit wordt te veel voor mij. Ik heb geen interessant leven. Ik heb niks te doen. Maar ik heb mezelf echt het tegendeel bewezen dat ik dit wel kan doen. Ik kan gewoon elke dag een stuk content maken. Ik kan gewoon elke dag iets interessant maken, iets filmen. En ik vind het heel erg leuk. Het houdt me echt een beetje. Het houdt me echt heel scherp. En ik zit nu in zo'n lekkere flow. Ik zit echt in een momentum. En ik heb het nu te pakken. Ik weet zeker, als ik nu een dag skip, dan ga ik het mezelf niet eens vergeven. Als ik nu een dag skip, dan weet ik dat ik. Dan ben ik er zo weer uit. Ik moet erin blijven. Zoiets voel ik nu. Dus een maand. Here we come. Ja, kijk deze TikTok. En doe wat hij zegt. This picture is really weird. It looks like a normal staircase, but once you flip your phone, it appears upside down until you blink. Then it looks right side up again. Zie je dat niet? Nee, ik zag hem meteen weer weg. Ik heb echt als een knipper. Ik moet echt een paar keer knipperen voordat ik hem had. Ja, weer. Mensen achter hun computer nu zo bij mijn video. Zo, daar gaan we. Het is wel een heel onhandig tijdstip. Er is file en dat soort shit, maar hey, we hebben de tijd. All good. Wij stonden net voor een stoplicht en er was een Tesla voor ons en die was echt op het nippertje niet gebotst met een andere auto. En we hebben het hier volgens mij op camera staan. Dat hij echt ineens schiet hij naar links. Maar we weten dus niet of de Tesla dat zelf deed of dat... Die man dat zelf deed. Volgens mij gebeurde het hier. Ik denk dat hij het zelf deed. Volgens mij gebeurde het hier, of niet? Ik ga hier eraf. En hij gaat ineens... Boom! Oh. Zo. Oh nee! Weet je wat er gebeurde? Hij merkte niet dat hij moest remmen. Hij reed gewoon door en de Tesla schoot hem naar links. Nou, ja, denk je echt dat ja, dat gebeurde? Kijk, want dat gebeurde er. Hij zat niet op te letten. Kijk. Zie je? Hij zat niet op te letten. Zo! Hij zat niet op te letten. Dat is kansje boord, jongen. Hij zit niet op te Zo, letten. Zo, moet je kijken dan. Want die remt daarvoor kijk nu. Dit. Hij remt. Zo, hé. Die stond ineens stil. Jezus, dit was echt net op tijd. Het ding is, de auto doet wel dus dat soort dingen. Ja, want kijk, die remt daar ineens voor. En zie je, hij schiet zelf naar links. Ik denk echt niet dat je als mens zo'n snelle reactie hebt, hoor. In ieder geval, tijd voor de puppy. Hey kind. Hallo. Hallo, daar zijn we weer. Hoe is het? Maatje. Oh, daar is hij weer. Hey, alles goed? Bij. Alles goed met de pup? Ja. Ja? Nog stout geweest, of niet? Ja, bijten. Bijten? Wat doe jij? Ben jij aan het bijten? Ja, dat dacht ik al. Ze is al groter geworden. Jij merkt ja. Het zeker niet. Nee. Ik merk het hoor. Ze is echt groter geworden. Ze zeggen altijd dat de hond gaat lijken op de baasjes, hè? Ja, maar ik ben niet het echte hoofdbaas. Wat ben je toch schattig? Wat ben je toch schattig aan het doen? Hallo. Aangenaam kennis te maken, Jeremy. Hey, Charlie. Charlie. Charlie is de vogel. Rebel, kom eens hier. Rebel, kom eens hier. Ja, komt ze dan achter ons aan? Ja. Ja! Dit komt ze ineens. Ze rent nog zo onhandig ook. Goed zo. Rebel, we gaan weer terug. Sorry, je hebt net de takken en het gerend. We gaan nu weer terug. Ja, je? Je wilt mijn benen happen. Ik wil snel geëid worden. Hey. Oh. Ja. Hey joh, die loopt ook echt vol tegen mijn camera aan ook echt. Jezus, mijn grote poot heb jij, zeg. En laat ook echt die hele arm los bungelen. Ja. Kijk. Als je hem vastpakt. Het is echt een dikke arm heeft. Hier is echt een slap armpje. Mega poten. Dan heb jij toch ook een lekker leven eigenlijk. Wat een heerlijk leven. Het is wel echt weer eventjes een hoogtepuntje. Volgens mij. Spelen in de zand. Zo. Nee. Beetje lopen blaffen naar mij. Zo. Hemelwild. Kijk dat er geen zand in de kamer zit, hè? Klaar? Jezus. Mijn god zeg. Een wild beest. Hou ze op. Hé. Hey. Gezellig hoekje hier. Charlie staat ook gezellig buiten. Hé! Hey! Hé, hey, vriend. Hoe is het? Hé, Oh, ze heeft geplast. Ja, ze heeft geplast. Waar? Ja, hier. Kijk. Ze heeft geplast in het zand. Hoe zag je naar buiten, hè?
Ja, Grebbel. Kom. Oh, waarom moet je nou weer plassen? Vies plaskous. Je bent een plaskous. Ja. Oh, oh, oh. Oh, jeetje. Met allemaal oh, zand in je haren. Oh, jeetje. Nee. Oh, hey, jeetje. Dat doen we niet. Nee. Hé. Hey. Wat doet ze wild als ik ga liggen? Hè? Ik zou heel boos doen. Jezus. Ze is echt heel druk ook. Oh. Jezus. Wel goed vasthouden. Ik ben druk. Ja, een bijtbekkie van jou, hè? Met die twee losse poten zo. Oh, ga je weer zo doen? Jee, kijk uit, ik ga op je staan. Wat is dit? Opgegeven. We hebben een probleem. Hier, zo. Oh, oké. Okay. Oh jee. Ja. Dat pootje. Gewoon je tweede rondje al, joh. Weer terug. Ja, maar jij ging plassen, hè? Ja, jij ging plassen. Dan moet je naar buiten. Zo, jij gaat denk ik dadelijk knock-out, dametje. Zo. Zo, iemand hier is volledig knock-out. Echt volledig. Ze heeft zoveel gespeeld en ze heeft zoveel wild gedaan. Ze is nu gewoon helemaal... Oh, ze is echt net wakker. Ga nou eens even slapen, jij. Jij moet slapen. Ja, dankjewel. Waarom stap ik altijd alleen in? Dat is tot nu toe altijd zo geweest. Omdat je zelf weer uitgaat om opnieuw in te stappen. Nee, dat is helemaal niet waar. Nou, was wel gezellig. De hond is alweer gegroeid. Het is bizar. En zo heeft hij altijd last van zijn ogen. Ja. En ze gaat altijd helemaal naar de tyfus hier. Oh, ik kort. Helemaal naar de kleren. Ik moet zo meteen wel nog echt eventjes mijn auto volladen. Want ik heb geen zin om morgen vroeg mijn auto vol te laden. Want ik ga morgen namelijk wat leuks doen. Ik moet, nou ja, wat leuks doen. Het zijn opnames bij iemand. Wie dat is, dat zie je morgen. Maar ik moet dus ver rijden. En ik wil graag dat mijn auto opgeladen is. Want anders moet ik best wel vroeg al in de auto zitten om mijn auto op te laden. Dat is wel een nadeel. Maar gewoon even plannen. Even logistiek. Weet je wel, even logistiek. Mag ik niet gewoon even mijn auto opladen met jou erbij? Hoe lang duurt dat? Nou, weet ik niet. Nou, we moeten eventjes 4:30. Hoe lang duurt dat? Nou ja, gewoon 20 minuten denk ik. Kan met kip 6 erbij. Met kip 6 erbij? Nee, ik ben echt gek, jongen. Nee, ik ben misselijk. Ja. Zo, nu nog even laden. En dan gaan we morgen een stukje rijden. Om uiteindelijk wel een aantal leuke dingen te doen. Dus dankjewel voor het kijken. Ik check jullie morgen 5 uur later.